En dan hebben wij vanavond nieuws in een moordonderzoek. Vorig jaar mei werd in een kanaal in Bruchterveld in Overijssel het lichaam gevonden van deze man. De 32-jarige Djihad Djaffo uit Enschede. Zijn lichaam was verzwaard met onder andere een brandslangstatief en was verpakt in een deken en vuilniszakken. Waarschijnlijk heeft hij maanden in het water gelegen. Djihad verdween eind 2021 op de verjaardag van zijn zoontje. Sorry schat, ik kom zo terug. Hij vertrok samen met een vriend van huis en kwam nooit meer terug. Eerder konden wij hier al melden dat er waarschijnlijk minstens twee personen bij de dood van Djihad Djaffo betrokken zijn. We hebben nu aan de telefoon mevrouw Schoorlemmer. Wat is het laatste nieuws? Nou, we hebben de afgelopen maanden uitvoerig onderzoek gedaan, onder meer met doorzoekingen in Drenthe en Overijssel. En ook zijn we aan de slag gegaan met de tips van kijkers die informatie doorgaven over de spullen die bij Djihad's lichaam werden gevonden. Er lopen een aantal mensen rond die moeten weten wat er precies met Djihad Djaffo is gebeurd. En om het hen makkelijker te maken om met ons te praten, ligt er vanaf nu een beloning klaar van €20.000 voor de gouden tip. Ja, belangrijke ontwikkeling. Dank voor de toelichting, mevrouw Schoorlemmer. Weet u thuis iets over Djihad's dood, dan is dit dus het moment om er alsnog over te praten. Neem contact op met het TENI. Dat is van de politie. Daar kunt u een vertrouwelijk gesprek voeren. En dan komt u ook nog steeds in aanmerking voor die beloning van €20.000.